Hoewel Apple het grootste deel van de tabletmarkt in handen heeft, doet Samsung toch een beetje een greep naar de macht met hun nieuwste pracht en praal. Jeroen heeft hem vast, de Samsung Galaxy Tab 10.1. Dat is een heel stuk langer qua naam sowieso dan de iPad 2. Toch is de iPad 2 de grootste concurrent en we gaan dat ding op een aantal punten beoordelen. Waaronder de functionaliteiten, hoe het eruit ziet, alles erop en eraan. En heel belangrijk, wat die kost. Wat die kost is ook belangrijk en of het een waardige tegenstander is voor de iPad 2 van Apple. We kregen deze Samsung Galaxy Tab van de week binnen en Jeroen die heeft er de hele week mee staan klooien. Ja. En we beginnen dit item met, wat is belangrijk bij een gadget, is natuurlijk het uiterlijk. Hoe ziet het eruit? Want een gadget moet er slik uitzien. Ja, nou, het ziet er heel slik uit, maar het lijkt ook echt eigenlijk als twee druppels water op. Ja, leg hem dus even voor de grap naast. We hebben hier een witte iPad 2. En jij hebt de Galaxy Tab vast. Hij is iets kleiner en hij is, kunnen we hem erboven houden, is iets breder. Het scheelt niet veel. Het scherm is gewoon 10.1 inch, dus het is wat breder. Ja. Maar qua design, weet je, het heeft dezelfde ronde randen. Het enige waar je het nu aan kunt zien is de positie van de camera. En de tablet mist gewoon een homeknop. Ja, die zit op onscreen, zeg maar. Ja, dat is onscreen. Dus geen fysieke knop die je in moet drukken. Maar ik wil wel eventjes zeggen over hoe die eruit ziet. Ik bedoel, kijk, het ziet er natuurlijk hetzelfde uit. En ik vind het van Apple mooi, hè. Die hebben zo'n mooie... Dit is aluminium behuizing, vind ik prachtig. Dit is gewoon plastic, hè? Dit is gewoon... Maar dat is Samsung... Alle apparaten die Samsung maakt zijn een beetje plastic. Ja. Is hij lichter ook? Hij is iets lichter, ja. Wil je niet voelen? Ben je een soort weegschaal? Dit is moeilijk hoor, maar hij voelt lichter aan. En daardoor ik vind dat hij goedkoper aanvoelt. Het is Horma. Ja. Het is een beetje... Hij is niet goedkoper, maar hij voelt goedkoper. Hij voelt goedkoper. Hij is niet goedkoper. Goed, we gaan snel door naar het volgende punt, namelijk de functies. Jeroen, wat kan je ermee? In feite kun je er alles mee wat je met de iPad ook kunt. Het maakt dus gebruik van die honeycomb van Android. En dat honeycomb, dat weet niemand. Ja, honeycomb van Android, dat is speciaal voor tablets gemaakt. Android is gewoon heel goed. Dus Google in feite met het maken van besturingssystemen die gewoon feilloos werken. Het is een hele goede integratie met alles wat jij met Google doet. Je hebt Google Plus, je Gmail, alles wordt meteen gesynct. Maar je kunt er gewoon, weet je, het is gewoon een tablet. Dus je kunt er gewoon op surfen, je kunt je foto's op kwijt, je kunt muziek luisteren, je kunt films kijken. Al die aspecten die een tablet zou relaxed maken, dat je gewoon in de palm van je hand als het ware een soort van personal computer hebt. Dat werkt allemaal, het werkt precies hetzelfde als op de iPhone of op de iPad en op de tablet. Jeroen, jij hebt hem nu een week gebruikt. Ja. Hoe vind je het gebruiksgemak? Ik bedoel, wat mij trouwens opvalt is dat het een super mooi scherm heeft. Hele mooie, felle kleuren. Het ziet er heel slick uit, maar het mooie van... de honeycomb is dat je gewoon hele grote afbeeldingen hebt op je scherm. En je kunt alles naar hartelust kun je gewoon zelf gewoon aanpassen. Ja, je kan gewoon alles slepen. Apple zou dat nooit toelaten. Nee, je kan het vergroten, je kan het verkleinen. Je hebt meer, kijk, Apple heeft in feite alleen maar een soort overzicht met alle apps. Dat heb je hier ook. En dat is wat Apple doet. En honeycomb zorgt ervoor dat je wat meer feedback, het ziet er wat slikker uit. Hey, wat ook bij gebruikersgemak hoort is de accuduur. Ja. De iPad 2 gaat redelijk lang mee, vind ik. Hoe lang gaat deze mee? Deze jongen gaat ook heel erg lang mee. Ja. Ondanks het grote scherm? Ondanks het grote scherm, ondanks de kleur, er zitten heel veel functies op die gewoon het energieverbruik wat verminderen. Maar het gaat gewoon heel erg lang mee en dat is wel een voordeel. Maar als je kijkt naar wat het apparaat kan, en de kosten daarvan, ligt het net even wat hoger dan een iPad. Dus daarin, als je de strijd aan wil gaan met Apple in dit geval, zul je toch echt iets aan je prijs moeten doen. Ja, want deze jongen, dit is met wifi en 3G, 16 gigabyte, 16 gig. Die is €650. Nee, het is volgens mij rond de €600 kom je uit. En als je de kale editie zeg maar, van een iPad hebt, ben je 16 gig zonder 3G dan weliswaar. Ben je €499. Maar als je wel 3G erbij hebt, wat deze dus ook heeft, zit ongeveer vergelijkbaar. Na een week lang testen, Jeroen, heb je vast wel een oordeel erover. Wij doen dat in deze rubriek aan de hand van sterren. 5 sterren is maximaal, 1 ster is minimaal. En ergens daartussenin zal die wel zitten, denk ik. Ja. Nou, hoeveel is het? Nou, 5 sterren is het niet. Ik gooi hem gewoon op 3 sterren. Een goede voldoende. Een goede voldoende en dat komt gewoon door de store, de Android store. Er zijn te weinig applicaties die gewoon gebruik maken van... Van de tablet, van de mogelijkheden die het heeft. Ja, maar goed, als je dat even loslaat, zeg maar, het apparaat
op zich is het is een goed apparaat. Het is een goed apparaat. Het enige nadeel is gewoon dat je 16 gig geheugen hebt. Dat is de enige optie. Meer kan niet. Nee. Het zit zoveel. En je kan het niet, je kan het niet met SD-kaartjes opvullen als het ware. Nee. Oh. 3 sterren dus voor de Samsung Galaxy Tab 10.1. Die naam, daar moeten ze echt wat aan doen. Maar denk je daarnaast dat ze met dit apparaat, dat ze daar voldoende uithalen om ermee verder te gaan? Ik denk het wel. Kijk, ze gaan dit nog verder doorontwikkelen en er komen ongetwijfeld nieuwe tabs uit. En, ik denk dat ze hebben wel een goede lijn gevonden. En als die Android Store een beetje opgewaardeerd wordt, dan zie ik het wel goed komen.